Welkom op de VN-dag tegen racisme. In heel de wereld zijn er op dit moment acties tegen racisme, tegen discriminatie. En de aanleiding daarvoor was het bloedbad, nu 50 jaar geleden, in Sharpeville, Zuid-Afrika. Daar demonstreerden zwarten tegen de toenmalige pasjeswetten. Sindsdien is deze dag, 21 maart, uitgeroepen tot Internationale Dag tegen Racisme. Beste mensen, goedemiddag. Het is prettig om te constateren hoe Amsterdam eigenlijk fel gekleurd is. Dit is de Nederlandse samenleving van 2010. Dat zal ook de Nederlandse samenleving zijn van de komende decennia. Wij hopen dat met deze actie, dat we een begin maken van een beweging. Een beweging op gang te brengen die een andere ontwikkeling voortbrengt. Waar plek is voor respect, voor ieders inspiratie, religie, ideologie, zijn verhaal en achtergrond en ook vooral erbij stil te staan dat ieder mens uniek is. En dat ieder mens een plek heeft in Nederland. Dankjewel Jill voor deze bijdrage. Er komen dus volop acties aan. Ik herhaal het gewoon nog maar een keer. Komende maanden tot aan de verkiezingen 9 juni zijn er allerlei acties gepland. Zowel lokaal als een grote landelijke manifestatie gaat er aankomen. Wij willen duidelijk en massaal dat tegengeluid laten horen. En ik zou zeggen, tel vooral mee. 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Dames en heren, goedemiddag. Wat mij betreft, welkom. De strijd tegen het racisme in Nederland, dat is eigenlijk ook de strijd voor de Nederlandse democratie. In die zin zien we ook dat het racisme en fascisme zich genesteld heeft in Nederland in de kern, in de bodem van de Nederlandse democratie, namelijk in het parlement zelf. En dan verwacht je dat juist al die beschermers en verdedigers van de Nederlandse democratie, met name de politieke partijen eigenlijk, assertief zouden reageren tegen zo'n vreemd verschijnsel in een democratisch stelsel. En te zien inderdaad dat de politiek op dit moment ook zo wazig, kleurloos is geworden. En daar moeten we het hebben, zou je kunnen zeggen, van de mensen die met hun poten in midden in de samenleving zitten. Zoals bijvoorbeeld ook de vakbeweging. Maar u zegt allemaal hoe mevrouw Jongerius eigenlijk een pact zeg maar, van de duiven zou insluiten, had insluiten met de racistbinders om juist zeg maar, de AOW te handhaven op 65. Nou, ik zou nog liever tot mijn dood werken dan eigenlijk een regeling van deze vent nodig hebben om tot 65 terug te zien. Als je uitgaat, dat kunnen we gezien de peilingen al een aantal jaren doen, dat ongeveer 50% van de electoraat, want daar ligt natuurlijk het probleem, dit probleem natuurlijk niet bij de aanvoerders, niet bij Wilders zelf, die mensen heb je altijd. Het probleem ligt natuurlijk bij de hoeveelheid mensen die daar achteraan lopen. Je moet dus vragen waar dat vandaan komt. Nederland is daar vrij lang van vrijwaard gebleven, zo kun je zeggen van midden 18e eeuw tot midden van de 20e eeuw, omdat dit een wat ingeslapen land was geworden waar niet zo wel veel gebeurde. De problemen en de angsten die dat oproept worden versterkt nog steeds door Europeanisering en globalisering. Het wegvallen van de grenzen betekent heel sterk het wegvallen van zekerheden. En op het wegvallen van die grenzen is de bevolking in veel Europese landen, ook in Nederland, eigenlijk nooit goed door de politici voorbereid. En de prijs voor je open grenzen wordt natuurlijk voor een groot deel betaald niet in de filawijk, maar in de volkswijk. In de Volkskrant van gisteren stond niet alleen die mooie brief van ons en namens ons allen, maar ook een uitgebreid interview, u heeft het misschien gezien, met de verse afgetreden staatssecretaris Justitie, Nebat Albayrak. En zij noemde Geert Wilders de opperonderdrukker van de islamitische vrouw.
Geachte aanwezigen, het is natuurlijk ontzettend brutaal om je op deze manier op te werpen als beschermer of als beschermheer van vrouwenrechten. Dat is niet meer dan de zoveelste poging tot stemmingmakerij op de Rani. Al-Bayrak wijst terecht naar zichzelf. Zij zegt dat zij en al haar broers en zusters aan haar eigen hoofddoek dragende moeder hun carrière te danken hebben. Dat geldt niet alleen voor haar moeder, want de reden om hun eigen vaderland te verlaten was toch in de meeste gevallen dat zij een betere toekomst voor hun kinderen wilden. En dat is vaak ook gelukt. Met of zonder hoofddoek werken ze in onze openbare diensten. Ze houden onze samenleving mede daardoor in stand. En om dat zichtbaar te maken, bedacht ik me, zouden ze zich eens moeten mobiliseren. En een dagje of een halve dag het werk neerleggen. Het grote raderwerk zou totaal stagneren. En ik zou hopen dat dat eens een keer gebeurt. Thank you.